Dag dames en heren, we hebben enkele behoorlijk koude septemberdagen achter de rug. Ook vanmiddag was het vaak niet veel warmer dan een graad of 15. We zagen nog altijd prachtige buienluchten, maar langzaamaan neemt de buiigheid wel steeds verder in activiteit af. En dat heeft alles te maken met een hoge drukgebied dat zich langzaam uitbreidt over onze omgeving. Dat hoge drukgebied ligt boven Frankrijk. En daar hebben we ook dit weekend mee te maken. Dat betekent dat het over het algemeen rustig weer is en overwegend droog. Dat duurt tot maandagochtend. Dan passeert een nieuwe zone met bewolking en wat regen onze omgeving. Veel neerslag zal daar niet op zitten. Daarna breidt dat hoge drukgebied zich opnieuw over onze omgeving uit, richting Scandinavië. En dan komt de aanvoer van veel warmere lucht op gang. En dat zal vooral vanaf dinsdag plaatsvinden. Nou, vanmiddag is het een graad of 17, dat is iets aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. En daarbij zien we een afwisseling van zon en stapelwolken. Met name in het binnenland en richting het zuidoosten valt nog een enkele bui. Maar de meeste buien zullen in de loop van de middag en begin van de avond toch wel snel gaan verdwijnen. De wind komt uit de noordelijke richting, is meestal zwak of matig, kracht 2 of 3. Nou, dan staat ons een behoorlijk koude nacht te wachten. Dat was afgelopen nacht al zo. In het oosten van het land, in Twente bijvoorbeeld, kwam het zelfs lokaal al tot een graadje vorst vlak boven de grond. Nou, dat zou komende nacht wel weer kunnen gebeuren, met minimumtemperaturen van 3 of 4 graden op de koudste plaatsen. In de kustgebieden is wat meer bewolking aanwezig en daar zorgt het relatief warme zeewater voor minima van een graad of 10. En morgen ziet er dan overwegend droog uit in ons land. Misschien dat het zuidoosten eerst nog een klein spatje regen heeft, maar dat trekt snel richting België weg. En dan hebben we dus een droge en vrij zonnige middag, met middagtemperaturen opnieuw rond een graad of 17. En de wind draait daarbij langzaam wat meer richting een noordoostelijke richting. Zondag ziet er eveneens vrij mooi uit. Veel ruimte voor de zon in de ochtend. In de middag passeert een gebied met wat meer bewolking ons land. Maar het lijkt wel overal droog te blijven. En daarbij wordt het een graadje warmer dan de afgelopen dagen. Met zo'n 17 tot 19 graden. De wind gaat wat meer uit het westen waaien. En daarmee passeert maandag een gebied met, zoals gezegd, bewolking en wat regen ons land. Het is dan wel al warm met een graad of 20. En in de loop van volgende week gaat de temperatuur steeds verder omhoog. Naar 22 tot misschien zelfs wel lokaal 25 graden in het zuiden van het land. En daarbij krijgen we een serie met overwegend zonnige dagen. Ik wens u voor nu een goed weekend.